Ja, dat is een nogal explosief pakketje op de marinierskazerne in Doorn. In figuurlijke zin, een tas coke in een container afkomstig van een basis in de Antillen. Ja, en een hoeveelheid waarschijnlijk bedoeld voor de handel. Dus ja, of dat het nou een zwarte baret is die er een duister handeltje op nahoudt, ja, dat wordt nu onderzocht door de marechaussee. Maar pikant is het allemaal wel. En VVD-prominent Frans Wijsglas weet op Twitter al genoeg en zegt: omgekeerde wereld. In 1970 nog veegde de mariniers de dam schoon van langharig, werkschuw, blowend tuig. En dat zijn ze nu dan dus zelf volgens hem kennelijk. Terwijl de betrokken mariniers zelf de marechaussee hebben ingeschakeld. Zo haast het korps zich te zeggen. Dus misschien moet Wijsglas wat minder haastig oordelen. Waar DHL wel wat minder haastig mag bezorgen. Dat zagen we vandaag ook op Twitter. Een bezorger wilde zo graag van zijn pakje af dat hij hem over de schutting heen slingerde. En een briefje in de bus deed bij de geadresseerde met het advies om in de boom te kijken. Juist, pakje in de boom. Hartstikke leuk met kerst, maar ja, dus niet nu. Ik weet niet of dat het wat zegt over de bezorging kwestie of over de wantoestanden in de branche. Want de druk op bezorgers is gigantisch. Vooral op de zelfstandigen die haast onmenselijk veel pakketten per uur moeten afleveren om nog een behoorlijke boterham te verdienen. Waar iemand droppen op Schiphol je binnenkort waarschijnlijk alleen maar geld gaat kosten. Terwijl je toch een betalende klant komt brengen, zou je denken. Maar goed, desondanks wil de luchthaven automobilisten die passagiers komen afzetten ook afzetten door ze een paar euro te laten betalen om zo de stroom auto's te ontmoedigen en openbaar vervoer aantrekkelijker te maken. Waarvoor men zich misschien nog wel, waarvoor men misschien nog wel begrip op kan brengen. Maar het argument wat Schiphol ook geeft, dat het ook is om milieuvervuiling terug te dringen, dat kan vooral op hoon rekenen. Want ja, het schiet natuurlijk niet op om een paar auto's te weren als er tegelijkertijd een A380 opstijgt die een veelvoud vervuilt. Maar goed, alle kleine beetjes helpen, zullen we maar denken. Sterker nog, kleine dingen kunnen een wereld van verschil maken. Zo weet ook de heer D. Trump. Zo bleek vanavond. Gisteren kreeg hij buslading en kritiek over zich heen toen hij aan de zijde van Poetin over de door zijn inlichtingendiensten bewezen Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen verklaarde: I don't see any reason why it would be Russia. Waarmee hij volgens sommigen niets minder dan landverraad pleegde. Vandaag komt hij met een correctie. Hij bedoelde te zeggen: I don't see any reason why it wouldn't be Russia. Oftewel, ja, versprak me. Klinkt dat geloofwaardig? U mag het bepalen. Maar kennelijk zag hij zich in ieder geval wel genoodzaakt om op zijn uitspraken terug te komen. Op andere dossiers zal hij waarschijnlijk nog wel even koers houden. Bijvoorbeeld op handelsgebied met zijn importheffingen. Waardoor de EU en Japan het vandaag met elkaar over een andere boeg gooiden. Door een handelsdeal te tekenen tegen die trend van stijgende importheffingen in. Iets wat ook commissievoorzitter Juncker, recentelijk toch niet in het nieuws om zijn heldere momenten, niet ontging. Together we are making, by signing this agreement, a statement about the future of free and fair trade. Ja, handelsdeals of handelsbarrières worden dus over en weer weggenomen, wat het Europese bedrijfsleven 1 miljard euro aan lasten moet besparen en naar verwachting zo'n 14 miljard euro aan extra export oplevert. Dat is toch wel lekker als zaken wat soepeler kunnen lopen. En soepel lopen, dat deed deze Walter Carr wellicht niet meer toen hij zich 's ochtends bij de baas meldde voor zijn eerste werkdag als verhuizer. Want daags daarvoor was zijn auto stuk gegaan, terwijl hij de dag erna dus om 8 uur 's ochtends bij de klant moest zijn. 30 kilometer verderop. Dus ging hij maar lopen, midden in de nacht, om maar op tijd te zijn. En ja, de klant was daar zo van onder de indruk dat ze zijn verhaal op Facebook postte, wat ook de CEO van het verhuisbedrijf bereikte. En die bleek vervolgens de beroerdste niet. You know, we set a really high bar for the amount of heart and grit that we bring to our work every day, we bring to our customers, and man, you just blew it away. I mean, you really took it to the next level. So, this is my car, and you know, I drive it like just barely, and I'd like it to be your car. Ja, plus 1 voor de CEO, plus 10 voor zijn medewerker. Letterlijk en figuurlijk een stap extra zetten, wat dan gezien en beloond wordt. Zo hoort dat. Tot zover de opmerkelijkste RTL Z-topics op social media. Tot later.